Sausalita Summer Night van Diesel, een lekker nummertje. Weet je idee wat het is, Sausalita Summer Night? Ik niet. Nee, nee. Ook dacht dat jij het nou ging vertellen. Nee. Zo goed ben ik niet voorbereid. Ik wist de muziek niet. Vandaar. We gaan eens even terugkijken op de wedstrijd van afgelopen vrijdag tussen NAC en Jong FC Utrecht. Mm-hmm. Hoe gaat die wedstrijd de boeken in? Als, ja, openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. Het bal der debutanten. Ah, ja. Kijk, vertel. Want niet alleen was Jong FC Utrecht natuurlijk een debutant in het betaalde voetbal, zover dat betaald is. Maar bij NAC's kant stonden er eigenlijk ook van de 11 spelers die in het veld stonden, waren er 9 die een debuut maakten. Ja, oké, er waren er 7 die een echte debuut maakten. Er waren er 2 die een herdebuut maakten. Ja, want die hebben al eerder bij NAC onder contract gestaan. En 2 die waren er stonden er vorig jaar nog in. En er waren alleen Verbeek en Van Diermen. Ja. Degene die een herdebuut maakten waren natuurlijk Mounir El Alouchi en Robbie Hamout. Wat vond jij van El Alouchi, Leon? Nou, ik vond hem... ik heb erop geprobeerd te letten. Ik zag nog wel een paar verkeerde paasjes. Dat ik dacht van ja, daar had dus een mooi doelpunt en een mooie actie uit kunnen komen. Ik ging toch wel een beetje de tempo, naar mijn mening, uit het spel. Maar over het overwegend toch wel redelijk positief, afgezien van die 2 momentjes die mij opvielen. Maar ik moet wel, ik denk dat we wel moeten gaan vrezen voor zijn positie als wij zien wat er inmiddels in aantocht is. Dat blijkt ook wel morgen. In de voorhoede. Maar ja, morgen staat hij er niet in. Nee, inderdaad, hij zal op de bank zitten. Dan moet hij überhaupt blij mee zijn dat hij op de bank mag plaatsen. En daar is hij ook niet nummer 2, ik vandaag begrepen, maar daar hebben we het straks al over. Inderdaad, ik kom uitgebreid aan bod. Maar Ik hoorde wel dat het eerste half uur niet echt denderend was. Ja. Nee, dat? Ja, was het een beetje slaapverwekkend? Of? Het eerste half uur sowieso van NAC was een beetje aftastend. Je kon echt aan die spelers zien, ook in de warming-up, dat ze toch wel een beetje overdonderd waren door de ambiance die voor zover dat die daar aanwezig is. Ja. Want voor onze standaard is dat vrij normaal, dat we een beetje herrie maken. Hè. Was het een beetje zomeravondgevoel, Hans? Ja, het was wel zomeravondgevoel. Maar het had denk ik ook wel mee te maken dat... ook wij allemaal ons herdebuut maakten. En iedereen, weet ik veel, is op vakantie geweest, dingen meegemaakt. Ook het bier halen was nog niet allemaal op elkaar afgestemd en zo. Het was echt wel zomeravond. Ik kreeg ook een appje binnen van iemand die zei, oh ja, we hebben Bavaria. Ja, inderdaad. Het is weer die is wel heel ver weg geweest dan. Dat je daar bewust van bent, hè? Ja, het is weer een beetje knagen allemaal, hè? Dus, Maar misschien een veredelde oefenwedstrijd gaat natuurlijk wel ver, want het gaat gewoon om de knikkers. Ja, keiharde punten. Precies, en we zijn ook wel eens heel vervelend gestart. En natuurlijk vorig jaar waren we daar heel goed in. Ja, toen was de uitslag exact gespiegeld, hè? Ik begreep wel dat de wedstrijd zeker in de tweede helft aardig op gang kwam. En dat het publiek ook een beetje erachter ging staan. En het elftal ook na 2-0 of 3-0, 3-1 was het geloof ik niet stopte. Zeg maar. Ja, wat mooi is om te zien. En daar hoopte ik eigenlijk wel op met al die nieuwe boys die erbij zijn. Het is een jonge groep. Je ziet ze, wat Leon ook al zegt, een beetje overdonderd zijn door het stadion. Je ziet extreme vreugde na een doelpunt tegen Jong Utrecht. Ah, zo kan wat anders. En dat werkt gewoon aanstekelijk. Ja, dat is gewoon mooie ingrediënten om wat wisselwerking op gang te komen. Die was er. Ja, dan is er in Breda veel mogelijk. Ja, je zag ook aan spelers dat ze inderdaad waren even onder de indruk, maar ze wisten het al wel weer ten goede van zichzelf te keren naarmate de wedstrijd vorderde. En dan hoor je ook gewoon van Cyril Dessers na de wedstrijd zeggen van ja, we hebben het gewoon, je voelt je over. Op een gegeven moment geeft dat publiek je vleugels. Ja. En dan was het veel fijner voetballen. Wat ik van de doelpunt gezien heb, ik heb via zo'n schakelkanaal zitten kijken, is de paas van Hamout op Dessers. Ja, het is jammer dat het radio is, anders hadden we nu in kunnen starten. Ja, dat is echt van, maar dat was een lekker balletje. Ja. Ik denk dat Messi jaloers op is. Messiaans heb ik vaak gehoord, ja. Messiaans. Ja. Mooi man. Even iets heel anders. Voor de wedstrijd werd er een herinneringsteken aan Huif Poppel onthuld. Leon, vertel eens, waar staat hij en hoe ziet die vlag eruit? Ja, die staat tussen de dugouts. Daar heb je dus een beetje waar de spelers de tunnel uitkomen, de trap op. En daartussenin heb je een vlak waar nog kunstgas ligt. Daar is een voorziening gemaakt dat daar in ieder geval voor altijd een hoekvlag, een cornervlag kan staan. En op de vlag zelf staat een afbeelding, in ieder geval geel-zwarte achtergrond, met daar voorop een portret van Hein van Poppel. En die vlag is gemaakt, of die tekening, met behulp van as? Nou ja, in de stok zelf zit dus blijkbaar de as van van Hein van Poppel. Ja, mooi, en die vlag blijft ook staan? Die blijft daar in principe gewoon staan. Dus
Dat is, ja, ik vind dat heel bijzonder. Dat is, ja, op een gegeven moment, ja, dat zie je alleen maar, eigenlijk alleen maar met NAC. Ja, kijk, dat is wel heel mooi. Nou, wat misschien nog wel, want inderdaad, op de vlag zelf staat zijn afbeelding. Maar ik vraag me af of er richtlijnen zijn voor afbeelding op, zeg maar, de echte cornervlaggen. Bij een clubje in Hamburg waar ik wel eens ga kijken, daar hebben ze zwarte cornervlaggen met witte doodskoppen erop. Ja. En misschien is er wel een idee om daar ook iets te doen. Hoeft misschien niet zo groot, maar cornervlaggen, ja. Lijkt me een kleine moeite, toch? Dus het gaat erom dat ze heel duidelijk in beeld zijn. Ik denk dat er genoeg geel en toch wel genoeg in beeld is. Ik denk dat er wel richtlijnen zijn, maar vast wel. Ja. Vast wel richtlijnen. Die vraag zetten we eventjes in de wacht. Ja, die parkeren we eventjes voor. Die gaan we ergens op tafel. Ja, verder 4-1 gewonnen, niks meer aan doen. Ja, Kai dronken thuis en een fantastische dag gehad. Puntjes weer binnen. Ja, jammer dat de Graafschap in blessure duidelijk 4-1 maakte. Ja. En die komen dan weer net iets eerder in het alfabet. Ja, ik was heel even bang voor Jong PSV. Die stond op een gegeven moment ook met heel veel doelpunten voor. Maar die kwamen nog terug gelukkig op 5-4. Dus het, ik moest even interveneren daar, maar dat is uiteindelijk goed gedaan. Nou, heel goed gedaan. Man. Maar Graafschap dus ook precies dezelfde uitslag. Daardoor staan wij dus nu op alfabet gedeeld 2. Ja. Maar Superboeren komt toch na een NAC? Ja, dat is toch met een S, hè? Ja. Ik snap er niks van, hoor. We hebben die tweede plaats, hè? Is dat mentaal? Zeer is dat ver weg ligt de Z, zeer ver weg. Ja, dat is misschien jammer. De avond achterhoek gaan ze dan weer claimen. Nee, maar die tweede plek, hè, is dat dan mentaal misschien iets gunstiger, zeg maar? Dat je toch een beetje in de luwte van misschien een andere topkandidaat... Ja, de druk is nu wat minder. Ja, de druk is minder. Ja, nee, dat is genoeg mee gezegd. Genoeg gepraat over deze wedstrijd. Ik wil wat tijd winnen voor ons volgende onderwerp wat wij hierna gaan behandelen. Dat zijn wat jubileumpjes van her en der. Ik zie Stone Temple Pilots klaarstaan. Dat is wel heel gaaf. Ik dacht dat jij die leuk zou vinden. Ja, met Plush.